Diep in het Amazone-regenwoud wonen wij, de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Wij leven voornamelijk van wat Moeder Aarde ons geeft. Elk seizoen brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. In de droge tijd, als de rivieren laag staan, is het water niet altijd veilig om te drinken en kan een boot uit de stad er wel een maand over doen om ons te bereiken. In de regentijd kunnen de vliegtuigen soms niet landen op onze eenvoudige landingsbaan. Ondanks een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen hebben we maar af en toe elektriciteit en telecommunicatie. Deze basisbehoeften zijn schaars en duur. Zonder deze middelen is het moeilijk om geld te verdienen. Bovendien zijn de dagen al gevuld met overleven. Bij gebrek aan inkomsten en mogelijkheid tot ontwikkeling trekken veel van onze mannen weg om werk te zoeken ver buiten de gemeenschap. Wij, de ouderen, vrouwen en kinderen, bleven hier om voor elkaar te zorgen. Tegenwoordig zijn er talloze duurzame manieren om onze natuurlijke hulpbronnen te gebruiken. Vooral als je diep in het bos woont. Met de investering in materiaal en opleiding van onze eigen mensen kunnen wij ons ontwikkelen. Zelfvoorzienend zijn in energie, drinkwater en telecommunicatie. En worden wij minder afhankelijk van wat de stad ons brengt. Alleen dan kunnen wij en onze unieke culturen de wereld op onze manier bijhouden en verrijken. Thank you.